Welkom in Spanje. Wij zijn hier een week aan het werk en ik laat jullie nu het kantoor zien. Hier zijn onze programmeurs aan het werk en onze mensen van de afdeling administratie. Eigenlijk zitten we allemaal door elkaar heen, alle afdelingen. En het grootste gedeelte zit lekker buiten te werken, aan het zwembad. We hebben altijd gezegd dat er eigenlijk twee elementen aan zitten. Ten eerste wil je aan kunnen tonen dat je in deze tijd niet alleen als ZZP'er of als zelfstandige overal kunt werken, wat heel normaal is. Maar dat je eigenlijk gewoon je hele bedrijf met cloudtelefonie gewoon op kunt pakken, ergens anders neer kunt zetten. En dat iedereen gewoon verder kan werken. En dat kun je wel zeggen, maar the proof is in the pudding, zeggen dan de Engelsen dan. Nou, dan moet je dus het zelf gaan doen. Hier zijn de mensen aan het werk. Afdeling advies, afdeling support zit hier. En eigenlijk zit iedereen door elkaar. Lekker in het zonnetje aan het werk. Dus mocht jij 100% gegarandeerd willen bellen of gebeld willen worden vanuit het buitenland, nee, dan moet je echt een regionaal nummer opnemen. Je merkt gewoon dat iedereen hier intern ook net wat rustiger is. Dus het gaat allemaal wat gemakkelijker, lijkt het allemaal. Dus we doen hetzelfde werk met iets meer gemak, lijkt het. Ja. Ik denk dat ik hier net zo makkelijk werk als op kantoor. Het maakt mij echt helemaal niet uit waar ik zit. Of, het is gewoon ja, wel de vliegen hier, maar dat is een beetje wat verschil. Nee, eigenlijk is alles gewoon precies hetzelfde. Computertje, telefoon ernaast en maar bellen. Wat doen jullie hier nou? Wij leveren zakelijke telefonie en dat gaat via het internet. Dus voice over IP noemen we dat. En dat heeft veel gemakken voor MKB-bedrijven. De satelliet hebben we zelf meegenomen uit Nederland. En hier uitgericht, die staat achter ons in de hoek. Iedereen moest zijn laptop meenemen, niet onbelangrijk, zodat we konden werken. En iedereen moest zijn telefoon meenemen. Dit zijn de echte zonaanbidders. Deze mannen zitten al de hele dag in de zon te werken. En de beste secundaire arbeidsvoorwaarden zie je toch al hier. Ons zwembad. Ik denk dat gelukkige collega's gelukkige klanten kunnen maken. Als je iedere dag met elkaar samenwerkt, is het heel prettig dat je elkaar goed kent. En zo'n omgeving als dit, waar je 24/7 een week lang bij elkaar zit, dan leer je elkaar echt kennen, snap je mensen waarom ze op dingen op een bepaalde manier, snap je hun beweegredenen, ken je hun achtergronden beter, creëer meer begrip mee, kun je beter samenwerken.